Kijk, ik zal niet de eerste zijn en ook niet de laatste die het gaat hebben over het echte genieten. Want het echte genieten, dat is er in de meeste omgevingen waar ik mij ophoud tegenwoordig. Met tegenzin, met gezonde tegenzin, is ver te zoeken. Het echte genieten is ver te zoeken. Dus wat kan je eigenlijk nog meer doen dan gewoon genieten? Nou, dat weet ik ook niet. Maar de druk moet wel van de ketel gehaald worden. Toch? Vind ik. Want anders gaat het volledig mis. Het gaat uit de klauwen escaleren. En dat willen we niet. Dus we moeten gewoon ervoor zorgen met z'n allen. Collectief. Dat er geen paniek uitbreekt en dat dingen niet uit de klauwen escaleren. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Weet ik. Maar je moet ergens beginnen. En dat hoop ik vandaag te doen. In het aanzien des publieks. In het aanzien van deze goudvis in die vissenkom achter jullie, voor mij. Hoop ik gewoon dat er gewoon meters worden gemaakt. Ja, is niet altijd makkelijk, weet ik. Maar als je er niet mee begint, dan begin je er niet mee. En als je er niet mee begint, is er ook nooit een einde. En dat wordt vaak vergeten, dat mensen denken van nou, ik begin maar, kan mij het schelen, ik doe maar wat. En kijk wel waar het schip strandt, maar vaak hebben ze helemaal geen idee. Vaak zitten ze ook niet eens in een schip. Nou. Dan heb je de pop aan dansen natuurlijk. Dus je moet er goed over nadenken wat je wil. Nou, dat wilde ik met jullie delen. Ik houd dit keer wat korter, want ik heb wel eens boodschappen van 10 minuten overgebracht. Zo. En dus dat is ook niet echt de bedoeling. Het is ook zeker niet de bedoeling dat jullie allemaal in de war raken of van je padje gaat. Dus Nou, ik wil het eigenlijk hier belaten. Volgens mij is duidelijk wat ik wil zeggen. En als het niet duidelijk is, jullie hebben allemaal mijn nummer. Ik kan op WhatsApp, Facebook, Skype. Ik zit tegenwoordig op Skype. Want dat moest van het ene waar ik bij zat. Dat ineens moest dat. Nou ja, als iets moet, dan ken je me een beetje. Dan word ik daar niet vrolijk van. Maar goed, ik zit ook op Skype. Daar ging het helemaal niet over trouwens. Dus. Nou. Ik hoop dat jullie meer duidelijkheid hebben in mijn visie over over hetgene waar ik het over had. Want voor mij is het al een stuk duidelijker geworden hoor. Je elkaar vooral in je waarde moet laten ook. Dat speelt ook mee natuurlijk. Ja. Ik zie te veel dingen om me heen gebeuren dat mensen elkaar totaal niet in de waarde laten. Normen en waarden, die discussie is natuurlijk al 20 jaar. Is met Ruud Lubbers begonnen volgens mij. Of is het... Nou, maakt niet uit. Dus... Nou ja. Rust is ook belangrijk trouwens. Rust, gewoon rust. Ja. Ik kijk naar die goudvissen met z'n drieën. De hele dag zijn ze... Beetje rond te zwemmen. Met z'n drieën. Zijn met z'n drieën. En ik weet niet waarom ze met z'n drieën zijn, maar... Het hadden net zo goed vier kunnen zijn, maar die vierde is er zeker uitgesprongen of zo. Of zat er nooit in.
Dat weet je niet. Misschien zat die vierde er wel nooit in. Dat vraag ik me dan nu weer af. De discussie gaat een heel andere kant op, hoor. Maar maakt ook niet echt heel veel uit. Oh, ze gaan bewegen. Ja. Maar goed, even terugkomen op het feit waar ik het eerst over had. Dat is belangrijk. Dus dat je tenminste weet waar je toe bent. Ja, wat ik mezelf afvraag, ik zit even ondertussen even afgeleid van het oorspronkelijke onderwerp. Ik zit naar die vissenkom te kijken en daar ligt een stuk hout in. Een stuk hout, tenminste. Dat is natuurlijk geen hout, want dat zou drijven. Het ligt op de bodem. Maar het ziet eruit als hout. En daar staat op, no fishing. Dus in een vissenkom ligt een stuk hout waarop staat no fishing. En er ligt ook een schelp in. Een zeeschelp. En dat vind ik raar, want het is zoetwater. No fishing op de bodem van een vissenkom in mijn huis. Dus dat er niet gevist mag worden. Maar wat mag je dan wel doen? Vraag ik me af. Mag je er wel mountainbiken? Mag je er waterskiën? Mag je er windsurfen? Mag je er abseilen? Mag je er met dynamiet het koraalrif opblazen? Want ik zal niet de eerste zijn die dat doet in een vissenkom. Weliswaar een vissenkom van ware grootte met zoutwater. In een subtropisch gebied rond de Filipijnen of zo, weet ik veel. Maar toch houdt men dat bezig. Ik vraag me af, ik ga het er denk ik uithalen zo. Wat doet dat stuk hout? Wat op hout lijkt, wat geen hout is, als drevet. Wat doet het nou aan de bodem van mijn vissenkom? Ik heb daar nooit om gevraagd. Ja, dat houdt me dan bezig. En nu hé. Het was een mooie avond. Dus. Ook al zijn er bepaalde vragen niet beantwoord, er zijn er bepaalde vraagstukken bijgekomen. En heb ik niet totaal niet, of geen visie van wat ik eigenlijk wil bereiken deze avond. Mede met het feit afgewogen. Mede het feit afgewogen dat ik niet weet waarom er een God is of niet. Maar daar gaat het ook niet over. Heb ik hier toch wel een beetje een issue. Maar met name over dat stuk hout dus. Nou ja. Die vissen die helpen ook niet echt. Die drie goudvissen. Nee, die ene. Als je niks te melden hebt, waarom doe je dan? Ja. Oh, nou hangen ze met z'n drieën bij elkaar. Net alsof ze een soort van school zijn. Want als je bij een school bent, dan kunnen ze ineens. Zijn ze te groot voor een aanval van een haai of zo? Daarom zijn vissen in een school. Dat ze krachtiger zijn. Dat ze in de ogen van een haai of een walvis die ze op wil vreten. Dat ze ineens een hele grote. Groot zijn als een. Wolf is zelf, of twee zelfs. Dat gebeurt ook wel. Ja. Nou, ze hebben me zeker gehoord, die vissen. Ja. Oké. Okay, ik neem nog een klein wijntje. Terwijl. Is het een kleintje? Ja, toch wel. Voor een blanke, zeg ik nou weer. En dan ga ik maar eens een keer niet naar bed. Dat is ook leuk. Niet naar bed gaan is ook leuk.
ooit over gehad waarom Melba toasts afbreken. En misschien een keer overhouden tot de volgende discussie. Discussie. Pff, het is geen discussie, het is gewoon meer een monoloog. Ik vertel wat jullie luisteren, of niet. Merendeels waarschijnlijk al lang afgehaakt. Gelijk heb je. Maar wat ook lekker is, is hier sambal tempeh. Dat is met trassi. Dat is een batjak sambal met tempeh en trassi erin. Het is echt zo verslavend lekker. Nou, wat ik dan altijd doe, misschien als je nog even hebt. Dat ik dan een stukje kaas op een toastje doe. Hier. Ja. En dat ik dan een beetje van die tempeh sambalkaas erop doe. Sambalkaas. Tss. Ik doe sambal op de kaas. Ja, tempeh. En als je geluk hebt, dan heb je een stukje tempeh erbij. Zie je dat? Hop. Kijk, hij viel eraf. En dit is zo, zo lekker. Het viel ook. Dat weet ik wel. Maar het viel niet ver. Nou, als je ooit in de buurt bent, ga ik dit gewoon eens proeven. Dus onthouden, hè. Belangrijk is altijd bij jezelf blijven. Laat je niet verleiden tot omwegen naar de zwarte kant, naar de duistere kant. Altijd jezelf blijven. Heel belangrijk. Dat je jezelf blijft. Ben ik altijd gebleven. Ja, altijd mezelf gebleven. Mensen kijken me daar af en toe op aan, spreken me erop aan. Maar het zijn juist de mensen die gewoon zelf nooit zichzelf zijn. Want daar gaat het eigenlijk over. Je moet jezelf zijn. Als je dat niet doet, als je niet jezelf bent, dan ben je altijd iemand anders. En waarom ben je iemand anders als je een eigen leven hebt? Ik zou dat ten sterkste afraden om iemand anders te zijn. En dat mensen ook gaan zeggen van, oh jongen, dat kan je toch niet maken wat je allemaal op Facebook zet. Maar ik heb nieuws voor je. Je zit me geen ruk. Want over wie zegt dat nou iets? Je mag ook niet aan de mes likken. Nee, mag dat niet. Ja. Ik lik lekker aan de mes. Met sambalkaas. En dan moet ik wel eerst afspoelen, anders komen de bacteriën in de sambal. Net dat daar nog iets in kan leven. Dus gewoon, er zit meer chilies in dan in een heel Filipijns of Javaans chilieveld. Nou, oké. Even on topic. Nooit vergeten waar ik het in eerste instantie over had. En blijf bij jezelf. Blijf voornamelijk bij jezelf. Als je bij jezelf blijft, kan er niks mis. Simpel. Nou, ik ga even die pot sambal tegen de huig kiepen. En dan weet ik niet of ik kan slapen, want dan kijk ik natuurlijk op rispingen. Op rispingen. Mooi woord, hè? Het woord van de dag, op rispingen. Nee, ik heb een krulletje hier ineens. Dat vinden sommige mensen zo lief. Meiden voornamelijk. Dames. Die vinden die krul zo lief. Nou, mag. Ik heb een lieve krul. Dus. Ik ben meer de diepte ingegaan dan normaal. Hè? Ik heb meer van mezelf laten zien dan ook normaal het geval is. Ik ben in een exposed way aan de gang. Ik heb mezelf geëxposed. En dat vind ik niet erg. Want waar het om gaat, is liefde. Dus,
Dat we allemaal gewoon liefde kunnen ervaren. En als ik dan een beetje in kan bijdragen, dan vind ik dat alleen maar mooi. Dus, ja. Ik denk dat ik het hierbij laat. Want de film rolt ik zo ook al bijna vol, zie ik. Is leuk, hè? Niet geschoren. Een baard van een dag of vijf. Ik heb een baard van een, ik heb een baard van een week. Goedemorgen. Ik heb een baard van een week. Goedemorgen. Nou. Als jullie dit allemaal zien, is het al morgen. Dus ik wens jullie goedemorgen en een leuke zondagochtend kerkgang natuurlijk. Goed ontbijt of brunch. Neem er wat champagne bij, kan mij het schelen. Kan jou het ook schelen. Je leeft maar één keer. Tenzij je in het hiernamaals gelooft. Nee, dat geloven we allemaal. Maar in de, hoe noem je dat? De wederkering, reïncarnatie. Ja, soms ben je een woord kwijt. En dan, dan ben je volgend jaar weer. Dan zit je weer aan die tafel naar mij te luisteren. Lekker belangrijk. Dus. Ik weet niet, ik kan eigenlijk heel erg moeilijk ergens een eind aan breien. En dat, ik geef dat toe, dat is best lastig, dat ik gewoon niet weet hoe ik moet eindigen. Je probeert van alles. Ik vind, stop er nou een keer mee. Maar dat vind ik dan niet netjes, maar dat vind ik ook te makkelijk. Want je kan er zo wel mee stoppen, je klik. Ik zie dat anders. Veel mensen om me heen die zeggen van, doe niet zo moeilijk, maar zet gewoon dat knopje uit. Nee, doe ik niet. Nou. Dus ik moet een modus vinden om dat toch te kunnen, want anders zit ik hier natuurlijk over een uur of acht nog. Ja, en daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten, want niemand gaat acht uur naar het filmpje zitten kijken. Begrijp ik ook wel. Sorry dat ik je lastig val. Sorry dat ik besta. Ja, Koos werkloos. Dus, nou. Dus ik heb besloten om op een andere manier het aan te vliegen. Ik heb besloten om het glas wijn in mijn hand te nemen, in mijn rechterhand. In mijn linkerhand een duim te maken. En die duim die gaat dan richting de knop. En als we het er allemaal over eens zijn, jullie daar aan de andere kant van het beeldscherm. Of, nou, het is niet echt een andere kant, maar gewoon aan de kant waar ik niet ben. Voor de kijkers rechts, voor mij links. Dat ik mijn dikke duim op die knop ga drukken. En dat we een soort van gulden middenweg, een soort poldermodel gaan hanteren in het beëindigen van deze video-opname. Ja, glas wijn in de ene hand, duim, linkerduim voor mij, rechter voor jullie. In de andere hand. Duim, ik heb mijn duim in de andere hand. Nou, het moet er toch van gaan komen, lieve kijkbuisvrienden. Lieve kijkbuisvrienden. Ja, ziek idee. Nou, daar gaan we voor. Glas in de ene hand, duim in de ander. En dan is die als het ware op een gegeven moment is het gewoon uit.